Pipo, het is kinderbedtijd hoor. Hoera, Pipo! Hou eens even vast, Babbeloe. Hallo, kindermensen en mensenkinderen. Hier is Pipo de Klauw weer van de tv. En jullie luisteren natuurlijk allemaal weer mee. Nou, jullie mogen zeggen waar Pipo het vanavond over zal hebben. Over Babbeloe! Over Babbeloe. Sappende flappende flap. Goed zo hoor. Nou, Pipo kan een heleboel verhalen vertellen over Babbeloe hoor. Ja, van de week heb ik nog iets meegemaakt. Babbeloe heeft voor waarzegster gespeeld. Weet jullie wie dat is? Nou, een waarzegster, dat is iemand die de toekomst kan voorspellen. Oh, dat werd een avontuur. Nou, het begon zo. Zo, dat is klaar. Jij ook, Kroeg? Ja, het is hier klaar, hoor. Goed zo, daar gaan we. Babbeloe, kom eens. Pipo, ik ben met de afwas bezig. Babbeloe, dit is veel belangrijker. Kom eens hier, Babbeloe. Doe dit eens even op, Babbeloe. Jij wordt onze beroemdste circusartieste. Ja, jij wordt bijna net zo beroemd als de onze. Ja. Jij wordt een echte een circuskunstenmakeresse, ja. Eigenlijk. De beroemdste waarzegster, madame Lou. Ja, ja, jij voorspelt op heden het verleden van de toekomst. Ja. En helemaal van de... Van de helderzienderige, hè? Zeg, vrouw Babbeloe, ga jij dan nu zitten in die tent, hè? Ja, maar Pipo, dat kan ik helemaal niet. Ik weet niet eens wat ik zeg moet. Oh, maar dat is, wat is het? Daar komt die dikke deur, Babbeloe. We kunnen meteen mooi proberen, hè? Vrouw, ja, ga zitten. Maar Pipo, wat moet ik zeggen? Ja, wat moet ik zeggen? Wacht even. Je zegt iets van de akkie bakkie boe. Ja, boe zijn heel goed, heel goed, ja. Ja, ja. Ja. En kluk, wij zorgen wel dat het uitkomt. Ja, vrouw Babbeloe, ga weg, ga weg. Hé, hey, wat is dat dan? Een waarzegster? Oh, en zo vlak bij Pipo's woonwagen. Dat is mooi. Dacht ik deur. Hé, hey, ze kent mijn naam. Dat is knap. Mevrouw, kunt u mij de toekomst voorspellen? Een ogenblikje. Een akibakiboe. Vertelt eens, ziet u veel taart in mijn toekomst? Taart? Ja, daar eet u veel te veel van. Oh. Akibakiboe. Akibakiboe? Kan je dat eten? Sst. Verder, u zult een zware slag krijgen. Hè? Huh? Een zware slag? Mag het geen slagroom wezen? Huh? Ja, dat vind ik veel lekkerder. Maar kijk u nog eens verder. Misschien is er een kleine storing. Nou, wat? Een beetje opschieten, hè? De tijd is kostbaar. U zult over een groot water gaan. Groot water? Dat is onzin, nee hoor. Ik hou helemaal niet van water. Nee hoor, daar begin ik niet aan. Nou, in ieder geval wel bedankt hoor, voor de waarzegster. Stel je voor het grote water. Oh, oh. Wat is dat nou weer? Wat heb ik nou weer gedaan? Och, dikke deur. Het grote water. Oh, wat heb ik weer een pech. Oh. Nou, Babbeloe, je hebt het heel goed gedaan, hoor. Gefeliciteerd, Flapstaart. Ja, ik zal Kluk en jou ook eens de toekomst voorspellen. Oh ja. Ik zie. Ja, wat zie je dan? Dat jullie voor Babbeloe de afwas gaan doen. Nou, Babbeloe kan goed voorspellen hoor. Pipo en Kluk stonden daarna echt de afwas te doen. Maar ik kan ook voorspellen hoor. Nou, ik voorspel dat jullie direct allemaal naar bedje gaan. Maar eerst zeg ik nog, dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, wel te rusten.